Gerben Reinders, 17 jaar en mbo-student. 2 dagen lang neemt hij de 14-jarige VMBO-leerling Gerdinand Buitenhuis onder zijn hoede. Als buddy voor de opleiding detailhandel. Oké, Gerdinand, vandaag hebben we aanbieding croissantjes. Het moet ingepakt worden, 4 per stuk. Gerdinand heeft het prima naar zijn zin. Vooral omdat hij leuke taken krijgt en het goed met Gerben kan vinden. Hij is van mijn leeftijd, dus wij praten makkelijker dan als ik met een ouder iemand. Ah, je mag taken verdelen, je mag de jongen helpen, beter leren kennen. Je mag hem dingen laten doen waar hij zelf ook beter van wordt. En dat is gewoon leuk om te doen. Een zinvolle stagebesteding voor de jeugd en tevreden stagebedrijven. Dankzij hun zelfredzaamheid zijn de stagelopers geen handenbindertjes meer. De win-win situatie zie ik erin dat de jongen die hier al langer stage loopt, die kan nu het leidinggeven in praktijk brengen. En de andere jongen krijgt gewoon de aandacht die hij verdient. We vullen de koeken bij. Precies staat er hier een datum op. Dat is heel belangrijk bij koeken, want koeken gaan nog redelijk snel over datum. Dus je moet de oude eerst. Ja, die ander die ken je niet. Maar Gerben die ken ik wel, dus dan wordt alles makkelijker vragen en alles. Alsjeblieft, eet smakelijk. Ik denk zeker dat het minder rompslomp is voor het bedrijf zelf. Ik heb ook een aantal filiaalhouders en bedrijfsleiders gesproken die zelf ook aangeven dat ze deze manier van stage lopen vanuit het VMBO samen met een mbo'er die al een tijdje binnen een bedrijf stage loopt, heel prettig vinden. Het is simpeler dan met volwassenen mensen. Je communiceert makkelijker en je werkt gewoon veel simpeler en makkelijker met elkaar. Inmiddels zijn er in Hardenberg al zo'n 20 bedrijven waar de buddystages mogelijk zijn en het aantal groeit.